Wat gaat er precies mis met de Great Barrier Reef? Ik bedoel, als 95% is aangetast, wat zien we dan gebeuren waar we niet blij mee moeten zijn? Nou, wat je ziet, daar hebben we ook beelden van, is dat door zo'n opwarming, temperatuur stijgt te hard, dan blijft alleen het skeletgedeelte van het koraal over. Dus daarnet zag je nog allerlei kleuren op het koraal zitten. En er is een levende huid van neteldiertjes die aan elkaar zitten. Die vormt het levende gedeelte van het koraal. Dat witte wat je ziet, wit is op zich niet lelijk, maar hier is dat witte echt alleen het skelet. Dus alleen het gebeente is over. Want wat we vergeten, koraal is gewoon levend organisme. Ja, betekent dit, als je dat wit ziet, dat het dan dood is ook? Dat je alleen het skelet ziet? Of ja, leeft het dit, nog? Dit witte wat je ziet is alleen maar kalk. Is een kalkskelet, dus dat is dood. Maar dat wil ook nog niet zeggen dat het zo blijft. Want er kunnen zich weer nieuwe koraaltjes vestigen op dit kalkskelet. En hoe? Mits dat kalkskelet schoon blijft. Dus dat is het tweede, want er werd heel terecht de klimaat en de opwarming van de aarde genoemd. Die trouwens door ons allemaal wordt veroorzaakt. Het tweede is vervuiling. Er is heel veel meststoffen uit de landbouw, suiker, riet enzovoort. Die worden te veel gebruikt en die stromen af door beken naar het Great Barrier Reef toe. En het Great Barrier Reef voor de koralen heeft echt schoon water nodig. Koraal heeft echt heel schoon water nodig en dan kan het goed leven. Dan kan het produceren en dan kan het alles voor ons betekenen in de vorm van het toerisme wat erop is. Maar die landbouw die wordt gesubsidieerd. Dat is een kaalslag van het oorspronkelijke land. Daar wordt te veel meststof gebruikt. Die wordt onzorgvuldig gebruikt. En er wordt allemaal het water in gespoten. En dat moet schoongemaakt worden. Bedoel, ik ben, nou ja, toen Jan ongeveer begon met zijn carrière, heb ik gedoken in het Great Barrier Reef. En dan zag je echt dat eerste filmpje wat je liet zien, met echt allemaal kleuren, ja. En vissen en parrotfish en angelfish. Ja, en dat is geweldig. Ja. Roggen en haaien. Ja. Is dat, jij bent toch ook geweest? Ja, klopt. Ik heb niet gedoken, gesnorkeld. Hoe is dat niet gedoken? Ja, dat vind ik een beetje eng. Vind je dat eng? Ja. Ben jij er wel eens geweest toevallig, Jan? Nee. Nee, ik hou ook niet van duiken. Oh, Jeroen, jij? Nee, ik kwam ook niet zo diep. Nou, jij dan? Ik kan niet duiken. Serieus? Nee, maar dan zie je dit soort vissen. Ik bedoel, wat is het belang? Dit is een parrotfish. Wat is het belang van dit soort vissen? Ja, dat is die papegaaivis. Nou ja, behalve dat het natuurlijk een prachtig dier is, zoals je ziet, zie je dat hij zijn bek heeft de vorm van een papegaaienbek. En daar kan hij mee knabbelen. En daar graast hij het koraal af. Dan hoor je en dit, houdt hè? Het daarmee. Ja, dit je, hoor je onder water. Duikt, jij hebt daar gedoken, dan hoor je dat onder water. Dan hoor je hem echt zo. Echt zo een schrapen. Een geschraap. Met name als je dicht bij die vis bent. Maar een heel aantal van deze vissen bij elkaar, die houden dat skelet dus ook schoon. Dus plekjes waar het koraal is aangetast, daarvoor zorgt dat niet vuil kan worden doordat er allerlei algentroep opkomt. Wij kennen in Nederland, kan je soms niet zwemmen vanwege de blauwalg, dat verstikkend is. Nou, zo moet je ook voorstellen dat door die vervuiling krijg je ook zo'n verstikkende algentroep. Nou, als dat op dat mooie skelet komt, wat we net zagen, dan kunnen de nieuwe koraalpoliepjes, larfjes die zich zouden kunnen vestigen, die kunnen daar niet meer op vestigen.